gaan ons nou over die hoofwedstrijd natuurlijk. De Loot Bartman van die Struisies, van die span op die veld op. Bergsig wat al klaar op die veld is, geleid hier laat. Wakker in die kaptein. Sietle Teleza. Sietle Teleza. Die finaal van die Growth Academy week. Ja, ek hoor dat Bersig hulle agste man heel agter toe geskuif het as gevolg van beserings. Chris Chambu. Wester het gaan begin word hierso deur Ethan Yankees wat of Edwell Yankees wat 'n influentiële speler in hierdie wedstryd behoort te wees. Natuurlik die span van Oudtshoorn Hoërskool. Thomas Schaefer, Raul, Jafta, Mayeni, Jackson, Wagner. Ja, Logan Yankees op 7 is een baie goeie speler. Baie, baie goeie speler. Wagner, Bartman, Draai, McDillan, Plaikies, Lawrence en Prince. Dit is een goeie wedstrijd. En die finale wedstrijd van die toernooi. Altijd kapteine is reg. Die opskuisrechters is reg. En hy gaan ons. Jankies wat die bal in die lucht schop, baie hoog. Het hy 10 tree getrek. Skuisrechter sê nee. Oorgespring, keuze van die skrammelijn staan. Of een oorinskop. Aan die span van Oudtshoorn Hoërskool. Dit is altyd wat jy eerste wil doen. Is jy wil eerste contact maak. Manne van York wat die spanfoto gaan mis, hardloop hier voor ons by. Met een spoed van, ek wonder of hulle so vinnig in die wedstrijd gehardloop het. Ek glo nie so nie. Eerste skram baie belangrik. Die skram van Oudtshoorn redelijk sterk. Ek sien, dit lyk soos Logan Yankees daar op agste man saak nou. Die twee skamskakels al klaar mekaar vast. Ek wil nou die selle ding sê, hulle is al klaar om mekaar beet. Babalo. Babalo ook een baie goeie speler, my baie beindruk in die week. Ja, Babalo en Wagner al mekaar vast. As is in Wagner wat Sadrach een baie mooi 3 gedruk het. Opgetel, baie goed gedoen daar. Deur Jantjies. Baie sterk baldraar. Ja, baie goeie verdediging hier deur die werksgespan. En dan is dit Jantjies wat daar gestraf word. En dit is 'n strafskop vir Oudtshoorn. Bartman wat die bal gaan uitjag. Sit hom net, sit hom hoog en sit hom uit. Baie goeie skop hier deur hom. Groot seuns in die span. Siya Bongamani, nommer 4, groot seun. Eers wil hy agterbly. Nou draf hy toch nader. Hy staan heel voor in die lyn staan. Ja, vryskop, te vannacht opgegaan. Die ding is toegemaak, die spasie is toegemaak, sê die skeidsrechter. Vryskop natuurlijk, kan die kantlijn toegewaag word hier. Sy weer geland, die bal lekker sterk, en nou wel afgeneer door Bersig. Binnen toe gespeel. Maar sê my wat die bal heet. Ja, dan brouw my gedeer kleid te wel goed. Die bal wordt uitgedra. Hier recht voor ons. Nou, speel vir die aanslaan eerst. Nummer 3 en Megan Timmy. Wat die sy rechtervleel speel. Ja, skram hier aan Oudtshoorn. Ongeluk aangeslaan door Bersig. Baie goeie loop hier daar door kleid en welgemoed. Ja, ek sien welgemoed wat eindelijk op flank is wat Akker speel. Klombeserings hier in die kant van Bergsig, klombeserings in die kant van Oudtshoorn.
Goeie skram, baie goeie skram deur Oudtshoorn. Bartman wat die bal dan afgee daar na die nommer 12. McDillan wat baie sterk dra. Ja, baie goeie verdediging hier deur Bersig ook. Jandai Jafta, baie groot seun wat baie mooi dra in die middel van die veld. Hier kom hy weer, Bartman. Uit die poel uitgeduik daar deur die manne van Bersig wat die bal afgevat het. Skeisregter sê, jy het die bal gekrap meneer. Ja, die Bersig wannetjies het die bang is op die tackle nie. Ja, die nommer 11 baie goed gedoen daar. Bartman wat sê, hy gaan kantlijn toe skop. Lekker vinnige wedstrijd. Wat ons verwacht het natuurlijk. Bartman maak geen fout nie. En het is Oudtshoorn dat ze ingooi op die lijn staan na die strafskop. En is al op die 22 lijn van Bersig. Ja, André Raal wat die bal gaan ingooi hier. Raal maak reg. Wel. Ja, baie goeie te competeer al die lijn staan. Bal wat nou al word gekrap vir die bal, hulle kry hom, Bartman. Daar is Jankies, hardloop hom aan daar uit die pad, die bus is vol. Jankies wat nog steeds hardloop in die bal, het my net so beindruk saterdag met sy bal dra vermoe. Dan die skrimskakel wat probeer om aan deur te kom, Sessian Wagner. Kry dit nie reg, hier die bal is beskikbaar. Jafta. Weet nie wat daar gebeur het. Die bal vooruit gegaan. Skram verwersig. Daar is een beetje onderdrukking in die skram, so hulle gaan die bal vinnig moet inkry, vinnig uitkry. Ja, hulle sal channel 1 moet wees, en is daar nou probleme wees vir die man van Bersig. Groot oop spasie hier voor ons. Dis wat bal oorkom van Paballe wat die bal kan ingooi. Jankies staan hier achter die skram. Wat hier aan die rechterkant stelling inneem. Paballe wat die bal gaan inzet. Sit hom nou in. Baie beter skram dier die span van Bersig. Die skramskakel is onkant, sê die ref. Sê die skeisrechter. Ja, voordeel die van Bersig. Paballo probeer daar op wat deur die gaping gaan, maar daar is geen die deur is toe. Gee die bal dan deur. Skop hom. Baie goed opgetel deur die heel agter. Ronaldo Prins wat net so mooi drie gedruk het saterdag. En na rukkie skrimskakel gaan speel het, as jy reg kan onthou Hannes. Ja, jy kan nie boven man gaan val as hy klap die grond lê nie. Skeisregter. Dis wel vir hy strafskop daar is. Baie goeie verduideliking hier aan die spelers. Hulle weet die heel tyd waar hulle staan met die skeidsrechter. Bartman wat die bal uitsit in die kwartgebied, so net binnen die kwartgebied van die manne van Bersig. Ja, Wyland McDonald. En Denzie plaatjes wat mij baie beindruk is, die twee centers van de Oudtshoorn Hoërskool. Dat is een op en uit vir iets daar, ek kan nie lekker sien wat daar gebeur nie. Die rechter wat daar gesels met die manne, sê nou kan ons voortgaan. Weer een keer, ek kan nie sien wat daar aangaan nie. Ok, nou kan ons het laatst voortgaan. Goeie bal, skramskakel onder geweldige druk daar.
Session Wagner van hy bal wat van bo afgespeel word. Die skeidsregter sê julle bly af gaan van julle voete af. Ja, Berse wat bly strafskop na strafskop afstaan. Hulle afrigters wat baie gelukkig gewees nie. Ja, glad nie gelukkig sal wees hier sonie. Te veel strafskoppe. Daar geen vloei of ritme in die wedstryd kry nie. En is een lijnstaan voor Oudsoren, so paar meter nader aan die doellijn van Bersig. Ja, die man wat reg is om in te gooi, natuurlijk Raal. Goeie ingooi werk, so Haser hom al bewegen. As er om al beweging wat aan die gang is, nou moet julle hom ophou. Hou hom op, Oudsoren wat wegbreek. Amper om die kant. Skramskakel wat op een wandeling gaan daar. Baardman wat geduik word. Jafta wat sterk gedra daar. Weer die optelling drijf. Verdediging van Bergsig is rosvas op die oomlik. Baardman. Jafta laat die bal val, nie Jafta en die Yankees wat die bal laat val. Aangeslaan als het weer Oudsoren. En in sy skram, 22 van Bersig. Tellik is nog steeds 0-0. Logan Yankees. En ek allemaal het uitgesien na hierdie wedstrijd hierdie naweek. Ja, ons kon nie gewag het vir die eindstrijd en nie so is hy nou by ons. Bal waar we die bal gaan invoer hier so. Baie beter. Skramskakel wat omkant is. Bal wat tik in haar klop. Nee, sê die skeidsregter, die merk is hier reg hier. Bal wat hom toch tik in haar klop. Show and go hier so wat nie gewerk het nie. Logan Yankees wat baie goed op die verdediging doen. Als het tik, vat hom heeltemal terug tot amper by sy doellijn. Skeidsregter sê use it of lose it. Ja. Skram aan die manne. Moes weer er geskop hier aan. Oudsoren. Kom weer uit je 22 uit. Ja, baie veiliger. Baie beter optie. Ja, skram net so voor die Bergsig. Skram net so voor die Bergsig se doelgebied. Bergsig had hulle keer gaan moet ken. Gaan Yankees aan die skewe kant. Ja, baie goeie verdediging hier soos weer Bergsig kan hulle dit volhou. Kom om die draai hier so. Kan hy deur gaan, baie baie nabij. Nog een keer deur Jafta. Skeidsregter sê kort. Skramskakel probeer hier om die kant achter van sy manne amper obstructie. Bal is beskikbaar aan die Oudsoren kant. Hulle gaan optel en drijf is weer die Yankees. Of nie Jafta. Bergsig wat sy wat verbeterd hierso. Op die defense, ongelukkig. Man is al ongelukkig en hy in die stoel moet gaan sit. Amper een cynische oortreding, want hy is in die rooi zone en hy klap die bal. Geen ander keuse. Bitter gelukkig. Ja. Die nummer 12 om 9 geel kaarte gekry het nie. Minstens die skeidsregter constant. Er nie in die vorige wedstrijd ook gegeen nie. Absoluut, sy weer geland. Maar die bal gaan tikskoppie gaan waarneem met die hulp van Schaefer. Geele van Jafta. Baie goeie verdediging dit. Jean-André Jafta wat amper daar is. Speel naar die oopkant toe. Hy is een man aan die oopkant. Oh, briljant. Briljante tikverdediging daar in Bersig. Deur die span van Bersig, ek moet vir jou sê. Rechtig waar goeie. Je noemt het scrambling defense en daar was van die beste wat ik gezien heb in een lang tijd.
Hierdie Bergse gebane is soos katte op warm teels. Absoluut, wanneer het kom by duik, is hulle boobas. Alles oorals. Ja, het soort blij boer in 22 van Bergsig. Van Ballo dat die bal uit. Geel uit vir Jankies. Jankies geel. Lekker tornado skop je daar zo. En dat is een strafskop vir Bergsig. Ja, ek het dan nie eindelijk opgeleid toe ek hierdie kant toe kom heen. En Bergsig bieke kans ek die bal verder uit te skop. Moeilijke skop in die wind. Die vindt het een beetje gedraaid al. Lekker. Lekker opwindende. Maar ik weet wat ons sien hier zo. Skop deur Ethan. Of Yankees, ja. Edwo Yankees. Wat uit is. En de Spaars is ingooi. Lijken we die op die 22 meter is. Baie mooi gevaarlijk door nummer 6 flank. Alessandro Lau. Van bal ook weer bal uit naar Yankees toe. Jankies met de show and go voor de skoppie. Baie goed gedoen daar so deur Megan Timmy. Mooi afgevat hier deur die nummer 8 Chris Chambu. Baie goed gedoen daar Babalo. Babalo kom klein kankie toe. Min spasie maar toch die mannen van Bergsig wat reg het daar klop. Alles beskikbaar, Baba was daar. Oeh. Die nummer 8, Zevien Galant. Lijkt of een hele lelijke skouwerbesering of een handbesering hier opgedoen het, ik weet niet wat het is. Hier. Ah nee, hij is een baie pijn daar zo. Een baie pijn hier recht voor ons. Kom eens op dat het niet te ernstige besering is nie. Ze zien het nog hier rechtig eerst begin nie. Mannen wat begin warm maak hier zo. Man wat nog hier zo sit. Kop in ons te boer. Kom maar zo op, is niet te ernstig. He. Ja, lijkt ongelukkig daar zo voor Zevien Galant. Ja, Zevien Galant. Skouwer. Nee, dat is die laatste keer dat hij in ieder wedstrijd gaat deelnemen. Ja, nee, ik kan niet zien dat hij zal terugkomen. Of zaterdag ook een skouwerbeseer gekregen aan die kant van Bergsig. Met Luciano Calvi wat ook zijn skouwer seer gemaak het. Scrum oystering bal. Ach, Bergsig bal. Niks lekker om een besering soos die te sien nie. Jankies wat nou flank speel. Ach, achtste man speel. Bal word in die achterlijn. Twee mannen van Wezu, of twee mannen van Bergsig wat in mekaar vast, daar klop die 8 en die 15. En die bal, deurbal direk uit. Ja, ongelukkig direk uitgeskop. En die lijn staat van plaas hier, so tussen die 10-3 en die halflijn. Ek probeer nou kyk wat sy reserve is, nou op. Lyk daarom of Zevien Galant nie ernstig seer gekry het, he. Dat is bezig al bij die pijnpolitie.
Dat is Oudsoren wat kan dan gooien, die skrip in die lijn staan. Bepalen waar die bal inhou. En Bers gaat die bal naar haar club. Ongelukkig. Aangeslaan daardoor. Bersig en toe die Oudsoren. So die skram sal Oudsoren se kant wees. Skram bal Oudsoren. Jankie zit verkeerde kant toe gaan, amper obstructie, ja. Dis kyk agter hoekom vir obstructie. Accidental offside sê, en hy gee die bal vir die span van Bergsig natuurlik. Altyd 'n probleem om daai kant toe te hardloop, die skramskakel staan daar. Korrek. Jou tydsberekening moet van top gehalte wees om daar verby te kom. Goeie skram aan die kant van Bersig wat nou wegbreek met die bal en swak aangee wat dan vorentoe gaan. Sy is daar gesê nee, die bal is oor die kantlijn, jy het 'n keuse vir 'n skram of 'n lyn staan. Ja, dan is toch die lyn staan wat gevat gaan word. Afrigters lyk al twee kante lyk baie tens. Nommer 8, sê weer wat die voor ons voorbij loop, lyk baie beter. Ek dink die afrigter het vir jou gesê, dit is so lammie gelyk. Ja. Bersig wat die bal speel, die nommer 12 wat probeer om haar deur die gaping te gaan wat nie daar is nie. Oudsoring wat hy steek in die gaping toemaak. Van die Oudsoren speel bietjie op kant staan hierso. Gaan naar die verkant toe, uit naar die vleel toe, uitsteek en dan loop je daar langs die kant en af. Lekker vinnig hardloop hy nou. Binne toe kom hulle. Ja, baie goeie werk daar hier. Fernando Moos. En weer val hy vorentoe. Die skeidsregter sê, dis onkant lyn hè. Maar bal waar die bal tik. Gee die bal lig. Nommer 12 wat binne kant toe hardloop. Hulle wat hom moet op die grond sit. Ja, weer boos het woord met die bal hardloop. Bebouwe wacht vir die bal. Ongelukkig, swak aangee. Deur bebouwe was hier. Swak aangee daar na Kleid te welgemoed toe. Eerste foutjie wat hulle maak. Acht minuten het oorblijf in die eerste helft en is nog steeds geen telling op die boord nie. En Berg zat voor de eerste keer in die Oudsoren kan van Keier. Maar dat is Oudsoren zijn ingooi in die skram. Chris Chambo op je achter. Een beetje uit positie uit speel. Logan, Jankies wat weer baie goed gedraaid daar. Rechtig beindruk met sy draafvermoe. Weer een keer Jafta wat die bal het. Skeidsregter sê vasgehou. Manne wat probeer. Ja, Chris Chambo wat voor toe gaan. Agste man wat op in die hart gaan. Goeie lobby, Chris Chambo. Babalo wacht vir die bal. Man is die wegrol aan nie. Scheider sal moet rol. Voordeel. Skeidsregter sê voordeel. Nou gaat hulle vir hom speel. 7 wat die bal baie mooi in die gaping kry. Die skeidsregter sê geen voordeel nie. Ja, geen voordeel nie. Kom ons kom terug. Speler word die weggerolle daar aan die kant van die Van Bergsig nie. Gaan hulle weer tikker hardkom, gaan hulle daar kantlijn te skop. Jantjies kom toch op.
bal los en boos wat nader kom. Ja, Ethan valt hem een beetje kant uit de skop. En hij skop die bal uit. Hier op die 22 meter van Oudshoorn. En Bers gaat dan vallende lijn staan die. Wind wat voor mij amper nog sterker geworden het. Belangrijke lijn staan hier voor die bergzichtspan. Ja, mooi gevaar in lijn staan. Chris Schammer met Lennekel omkom. Skysrechter sê hy is uit. Baie innoverende spel daar dier die span van Bersig. Ja, ons rijbeplatte beweging al een paar keer gezien al. En ongelukkig net een voet buiten kan die lijn gehad. Staan vir die span van Oudtshoorn wat kan insit. Raal is die man. Ja, mooi afgevallen dat er Bersig in die lijn staan. Sit daar allemaal de bal op wacht voor die bal en om dan aan Jankies te gee. Jankies naar Welgemoed toe. Welgemoed ook een groot baldraar vir die span van Bersig. Weer Jankies. Ja, die bal nou. Valtuin. Valtuin wat die bal achter die man sy rug voorbij speel. Gaan hulle daar deurkom. Baie naby die doellyn nou. Bal beskikbaar. Waar is Bobalwa? Van bal naar Jankies toe. Jankies daar die groot runners toe. Baie naby die doellyn nou vir Bergsig. Wat se kant toe kom hulle? Hulle kom naar die oopkant toe. Die bal gaan aan en toe. Skeidsrechter sê die bal was voor en toe. Meneer JD. Ek sal liever niks verder sê. Skeidsrechter sê die bal was voor en toe. Skram het zo'n so guldige geleentheid weg. Skram uit Zurichse bal, hier de kans om die laatste paar minuten van de helft. Ja, ik zal ook kijken hoeveel tijd oor. 3 minuten wat oorblij. 3 minuten wat oorblij, 0-0 is die telling, baie goeie. Hardklop hier zo door die Oudtshoornse nummer 13, wat baie recht het na ons toe hardklop. Bal wat nou wijd gaan. En die Bersig op seens wat ander verdedig. Siabonga Mayeni. Strafskop. Verbersig. En gaan dan hier die bal in die hoekie inskop. Hy tik in haar klip. Geen bal daar van Michaels. Balwa. De ballen wacht voor die bal. Jankies. Dan in nummer 4 slot. Michau toe. Aangevers voor en toe. Ongelukkig voor en toe. Skram fout, Zorin. Plaatsen van aan de bank van Oudtshoorn met Sans Kreffel span. Ja, Brand Bergsig wat een starige begin gehad het. Nou al hoe meer in die wedstrijd is. Skeidsrechter wat die skrams fijn dophou. Oudtshoorn met hem speel, die bal gaan voor en toe. Seker so 1 minuut om te gaan. Skram recht voor die paal. Bergsig moment is het. Ja, bitter amper te gaan in naam gebruik, maar ek sal liever nie. Bergsig om die bal in te sit, die is een gulde geleentheid. Bergsig, wat een bykie meer selfvertrouwe gekryp in die skrams, ne? Baie goed nou in die skrams, ja. Toch kom hulle opkant toe, hier kom Valtuin wat reg het daar klop. Wat omgedop word daar deur sy opposisie.
bal wat dan ongelukkig bal het val wordt door Sihle Teleza. En dus weer een scrum. Basis op diezelfde plek vooruit Zorren. Ja, Bergsig wat ook amper te veel fouten gemaakt het in die laatste paar minuten. Bal is in. Hier gaan Logan Yankees alweer. Dwars is deur die gaping. Ja, baie goeie bedoel door Logan. Moet sê Logan draap baie goeie bal. Seker so 30 meter gemaakt daar. Outsoring in die middel van die veld. Goeie verdediging. CD is aan die zo. Hulle kan hem nou terugbring. Nog een keer. Bal is beschikbaar aan die kant van Bergsig. Akker wat hem nou amper weer laat vallen. Ja, nummer 5 dansen van Bergsig. JB Klaassen voor de drive. Wat ballen we wacht voor die bal. Yankees. Oorman. Valtein wat dan die bal voor hem toe verloor. Die bal verloor. Outsoring wat hem opgetel het. Baie goed gedoen het. Om hem op te tel. Haale hem aan dood stil in die middel van die veld. En nog steeds is het nie rustig nie. Dit is de halftijd van Bergsig tegen Outsoring. Telling is 0-0. En een opwinnende wedstrijd die wat voorleef ons. Ja, die volgende derde die gaan gaan wees, ek moet sê. Die damwal gaan iemand moet breek. En ons kan nie wachten. Anders sê ons met een gelijk op uitslag. Ons is nou terug.
Ja, ons is nog aan hierdie op wanneer hy instreef wat nog steeds 0-0 is. En jy is ons een betting man, so kom ons vraag Johannes. Jo. Kan ek jou net ons sê? As oor 30 minuten. Ja, die is doodreg natuurlijk, uitvoering wat gaan afskop. Baartman, hulle gaan nou van rechts naar links voor ons voorbij speel. Bal lekker diep af ons kop. Half het al die welgemoed. Onmiddellijk aan teervloed daar, ongelukkig. Ja, skram daar vir Oudtshoorn. Ongelukkig aangeslaan daar deur Clayton Welgemoed. Coach, kan as jy vra wat het jy vir jou spelers gesê halftyd? Ja, ek dink... verstaan, vir ons het ons te plan gehad van die begin af en ons het vir die eerste 15 tot 20 minuten kon ons het afdoen en toe het ons baie geleenthede vir onself geskep. En na die einde toe het ons klein bykie van ons struktuur verloor, so ja, ons gaan maar net weer terugkom na dit wat ons aanvankelijk beplan het. Ja, het jy nog gehoor? Die... Nou, het jy dit? Hou by jou plan ten alle tye. Hou by jou plan ten alle tye, Hannes. Oudtshoorn se achterlijn wat lyk of hulle reg is om aan te val. Mooi opgetel is het Logan Yankees wat baie goed doen. Voorspelers wat nou in die game kom. Natuurlijk Jafta. Baie goeie laag vir haar. Deur Fernando Moos. Moet sy hy beindruk my met sy verdediging. Vreesloos. Plettervat na plettervat. Hulle sê ons pijn is temporary paris vir wel. Session Wagner wil probeer om met Jakkels draai te maak hier op die veld. Kom die bal uit na Baartman. Gee hom aan na sy binnencenter. McDillan. McDillan wat een goeie eerste helfte gehad het. Jafta weer een keer met die bal om die draai kom. Ek wil hom nou gaan wijd speel. Weer. Denzel Plaikies. Ja, straks kom hier om daar, sig. Wat sê die bal is vastgehou? Bal vastgehou. En dit is Edwin Jankies die bal in die hoekie kan uitjaag. En die wind van achteraf. Is die bal uit? Ja, die bal is uit. Dit is een baie goeie skop. Dit is amper op die kwartlijn. Van die hoofskool uitsoering. Waar Edwin Jankies... Ik denk dat gaan baie betrokken wees in die tweede helft hier zo. Dus Bergsig zit nog wel in die lijn staan. Mooi voorop gespring daar deur. Rolmaalbeweging wat in die gang gekom het, nou moet hier baie voorzichtig wees. Moet van achteraf inkom, word weggebreek dier die skrimskakel, Bawa. Is die bal beskikbaar, is die bal nie beskikbaar, die skeisrechters sê? Ja, ongelukkig dat die bal voordeel het val. Twee manne wat lê. Baie fysische wedstrijd hierdie. Groot hits. Ja, ek moet sê, nog een man wat lê daar van die Oudtshoorn kant. Lyk nie baie goed nie. Afrigter ook nou op pad. Manne wat rond staan, die wind wat bietjie sterker waai. Kan dit nog eens kouer wees? Nee wat, dit is... Die baie influentiële Baartman wat daar geleed, staan nou op. Bekie van hy. Nog een bekie krippel. Bekie van hy speciale water gekryp. Ja, de lood Baartman, die kaptein natuurlijk van die Oudtshoorn-span. Al twee hierdie loskakels, baie belangrijk vir die span. Wat hulle wil doen en waar hulle wil speel. Baie goeie
skram deur die span van Oudtshoorn. Dan gaan hulle na die klein kantjie toe, die bal is beskikbaar, maar nee. Manne wat mekaar optel, die skeisrechter gaan dit nie toelaat nie. Baie gelukkig om weg te kom met die. Ja, jy kan nie die spelers oplig en dit so neergooi nie. Jy moet hom ordentlik neersit. Ja, maar hoe hy land is seker van die belangrikste. Persig van die bal in sit. Bal word oorgeklap. Oudtshoorn wat hom wel vat. Groot nummer 5 daar. Nathan Jackson. Het lijkt toch of het Oudtshoorn zijn bal gaan wissen in die scrum. Aangeslaan in die lucht. Deur Persig. Goeie skram weer neer Oudtshoorn en dan Leighton Jankies wat weer dra. Goeie verdediging deur Baba Hol wat hom stop. Dan kom die voorspelers by, skeisregter sê gebruik het. Use it of lose it. Ja, bietjie vinnig geblaas daar. Gepas, bietjie vinnig, ja. Dink is hulle Foutsel ons 2 sekondes kans gegee as hulle bal uitgekom het. Maar ons is hier langs die kant. Ja, kijk, ik zie een groot voorstander dat je hier kan toekomen met die bal mee. Want die scramschakel staan in jouw pad in elk geval. Correct. En ik denk met Jankies, wat zo'n goede baldraar is, moet hij liever naar oopspasies zoeken als om terug te komen tegen die grijp. De ballen waar die bal iemand in zit verbergen. Opgetellen op de achterkant. Weer een keer herklop, hulle met die bal naar die klein kankie toe. Nummer 8 wat dwars hier herklop. Ja, is Chris Chambu. Geklop, 3 mannen geklopt, 4 mannen geklopt. Chris met een groot hartstil. Nou scramble op die defense en het recht krijg. Baie goed gedoen. Hier kom die bal vir Moos. Moos is amper by die doelen. Weer Jankies. Jankies wat binnen toe breek. Jankies wat na by die doelen is, word vastgehou daar. Dan probeer hulle met die voorspelers, maar rotsvaste verdediging. Deur die span van Oudtshoorn. Maar toch is hulle onkant daar. Speel die bal langs die kant, sê die scheidsrechter. Babalo, druk het drie na vinnige tikskoppie. En daar het hy nou sê, dit lyk of hy lelik seer gekry het daar. Scheidsrechter het die 3 toegeken. Eerste punte. Natuurlijk is het ook span van Berse. Het sê ook eerste fase gewees, het was een tikskoppie gewees van een strafskop. Goeie vraag. Skeisrechter dan toch laat skop. Maar telling 5-0 vir Berzig. En Jankies wat die 3 gaan probeer verdoel. Kom voor en toe. Baie goeie skoppie. 7-0 vir die skop van Berzig. First blood, soos wat hulle sal sê aan Berzig. Hallo wat nog steeds lê. 8 minute verstreke. Ja, is nog te vroeg om te call. Hallo lyk nou of hy beweging het. Kom ons kyk. Ja, hy is 'n baie influentiële speler vir die span. Ja, absoluut. Dit sal Hy soek sy kopskerm. Hy soek sy kopskerm. Hy besluit om sonder hom te speel. Ik wonder of het zijn self-confidence een knock zal geven. Ja, misschien heeft iemand hem opgeteld, daar hij heeft al voor hem gevat. Heeft hij hem voor hem gevat? Ja, ja. Die nummer 11 heeft hem voor hem gevat. Wat een vriend is hij. Man, wat bij hebben bekommerd rondgekeken toen hij niet zijn kopskerm in die handen kon krijgen. Nee. Hij zei, jullie dek mij op mijn nieren en dan moet ik zo naar een kopskerm speel. Baie onrechtvaardig. Baie goeie afskop, onmiddellik in die herklop geraak deur die span van Berzig. Moos weer een keer, gee die bal uit naar die buitenkant toe. Baie goeie hand deur Valtuin. Goed verdedig daardeur. Ja, die bal is beskikbaar is al. Of Session. Voordat die geval daardeur, die nummer 6, Alessandro Lou.
Bakker met de Yankees toe, Yankees skop oor, skop ongeluk haar die man vast. Ek dink is Logan Yankees wat in die gesig getref was daar so. Die bal gooi binnenkant toe, na die nummer 11 toe, hardloop. Man hou hom vast. Die bal is skoon gemaakt daar door die span van Berg, sê die bal kom uit, Yankees. Yankees wat hom oor die veld skop, gaan hulle om in die ene kan kry, nie die lens, die kant len wen. Baie goeie optie. Kon hom eindelijk een bykie hoor gesit het. Kon ja. En dan sou dit baie meer, of baie beter gewerk het. Ja, ongeluk bal daar in Logan Yankees vaste skoppers. Ek vang ons nou, ek moet staan nou. Nou ons is soos, dames by Fushini seil. Kort lijn staan, ja, kom hulle weer terug. Hulle moet net onthou dat jy moet 10-3 weg wees. Ja. Lijnstaan en gooi is vir Oudtshoorn. Belangrike lijnstaan verhaal van Oudtshoorn. Baie goed gedoen daar weer die Bergse springers. Speler van Bergse, gooi hom terug. Die skeisregter sê toch, die lijnregter sê toch, hy is uit aan die ander kant. En weer Oudtshoorn se bal. Oudtshoorn. Die bal kan ingooi Raal. André Raal. Weer af van Vader Bersig. Speel hem in die achterlijn af. Yankees het hom. Lang aangeen naar Valtuin. Valtuin het een beetje ondersteuning daar nodig. Gaan oor. Speel hem weer hierdie kant toe. Terug. Gaan ja. Yankees met die bal. Skuisrechter zet die bal versporen toe. Ja. Sien Ethan Maria speel nou op los op skramskakel hierso. Maar ek moet sê, Yankees wat hulle meer in die wedstrijd inkom nou. Die span van Oudtshoorn wat nog getoets word, die soos, wat die, niemand hulle kon hulle recht toets die laatste twee daan nie. En dis 'n tawe wedstrijd, die so tussen Bergsig en Oudtshoorn. So graag wil hy die Oudtshoorn ook in drie moet gaan druk. Net om het nog... Die wind is so sterk, ek hoop nie iemand op so'n high toilet gewees nie. Maar dan gaan jy iets in spat. anders wat verskrikkelijk op het letend is hierso. Ek moet weer sê... Baie, baie goed. Oudtshoorn wat die bal kan inzet in hierdie skram. Yankees wat weer dra, wat voorbij die eerste verdediger kom, voorbij die tweede verdediger. Geen die bal vir Session. Ballen bij Spar also. Marvin Bergsen wil goed ophou met hy optel tackles. Sê, die bal is beskikbaar. Die bal kom. Jafta wat die bal dra in die middel van die veld. Nou twee kanten om aan te val. Hulle verkies om hierdie kant toe. Bartman wat hom achterlos. Bergsen maar een beetje vlak geleid also. Valtuin en Jafta. Ja, Bergsen maar moet achter die laaste man sy voete wees. Al wat vannacht uitgaan naar die achterlijn toe. Scheffer wat omdraai daar in die middel van die veld. Dan het werk zich die bal waal omgekreed, weet ik niet. Bal is beskikbaar, daar is die bal beskikbaar, die bal is achter. Scheidsrechter wijs, voordeel. Ethan Maria met die bal uitgaan naar Yankees toe. Uitstekende verdediging door die span van Oudtshoorn. En hy herklop. Bal wat daar op te verdedig en hy kry hom nie. Bal word voor en toe geskop. En die bal is uit daar so. Goeie verdediging daar deur Bersig. Waar is die vlag man? Wonder ek klip hard. So in die skop getackle. Daar is 'n hoed wat daar vlieg. Bal wordt geslagen aan Bergse kant. Bal wordt uitgegooid. Yankees. Yankees wat groot, dan gaat die bal kom. Misschien is beschikbaar voor Maria. Babawa met hem laag hou. Uitstekende skop. Goeie skop hier daar bij Babawa. Baie goeie spelerij. Ik moet vir jou sê, lees die situasie baie, baie goed. Doen ook baie goed in die situasie. En kom eens kyk
hoe gaan ons verder in hierdie wedstrijd wees. Altoe die influentiële skramskakel en loskakel van natuurlijk die oorskool Bersig. Raal waar die bal gaan inzet voor ons voor die oorskool uitsoering. Bal wordt doorgeklap. Baie druk van albei kante. Met die wind wat so sterk waai, word die bal baie geklap. Sit die skramskakels onder enorme druk. Telling is nog steeds 7-0 in die guns van Bersig. Tuurlijk al twee die skramskakels, Raal en Wagerman. Is het 15 minuten oor in die tweede helft? Session waar die bal invoer. Baie goed gedoen, baie goeie skakels. Uitstekende verdediging deur die kant van Bersig. Uitsoering het die bal. Is die bal beskikbaar, gaan hy uitkom. Session Wagner wag vir die bal. Opgetel deur die afte en is so 1-3 gedryf. Wagner wat wag vir die bal. Uitsoering wat hom optel en weer voor en toe gaan. Bal wat uitkom in die kant van Oudtshoorn. Ja, bal is in die kant van Oudtshoorn. Kort aangee. Baie goeie loopie daar so. Ja, Jankies. Bal wat losgeruk word. Jankies wat op het afstap gaan. Uitstekende verdediging na deur Oudtshoorn. Nummer 18, Nevin Jack. Nevin Johannes. Nee, Jackson. Bal is beskikbaar. Oudtshoorn het hom. Oudtshoorn wat die bal afneem af van Bergsig af. Hier is een oorman. Logan wat ik kan nou nie en daar is aan slaan, ongelukkig door die nummer 15, Ronaldo Prins. Ja, Bersig se skram. Al so 14 minute oor. In die instryd wat nog op ons wag. Groot oopkant hierdie kant. Ek moet sê Oudtshoorn dat hulle running subs baie minder gebruik vandag as hulle gedoen het die laaste twee dae. Baba wat center speel. Erwin die bal uitkry. Jantjies wat hier om die skram kom. Valtein wat so op 'n drafstapie gaan, kom te makkelijk voorbij van die spelers. Jafta wat om plat trek. Jantjies wat nou die bal gaan oorskop naar die kantlijn toe. Kan het werk? Ja, baie goed gedoen. 25 wat hom laat bons. Die van baie goed gedoen daarso. En het hom geraak. So, dit gaan bal wees vir wees wie hom in te gooi. Twee manne wat sit. Bersig om het in te gooi. En Raal wat hier van die veld afkom wat ook op Barso gespeel het. Die nummer 2 van Oudtshoorn. Wat vervang word deur Bruce Johannes. En nummer 6 wat stadig terugdra, Wagner. Ja, Wijn Wagner. Groot stamp gekry. De nummer 4 van Bersig wat weer nader gedraf kom. Wat bal wat, Oudtshoorn wat hem toch afneem. Baie goed gedoen, Johannes wat daar indryf. Skeisdrager sê hoe staan slaan, in die lijn staan. Bartman, die kaptein, wat die bal uitskop. Ja, ek sien is aan die oorkant van die veld. Clayton Welgemoed wat hy lijnstandbal ingooi. En hy gaan met definitief sy springers ook vind hier voor. Ek vir hulle Malmo weer gaan in gang kan kry. Sy die bal een klein beetje hoor moet gooi. Ja. Maar ek moet sê, ek denk Oudtshoorn een beetje die trik gemis vannacht. Ja, hulle running subs, hulle gaat nie gebruik soos hulle die eerste dag gebruik het, he. So, dit is meer, jy was bijna langer op, raak bykie moeg. Ja, ek denk so, ek stem saam, ek onthou dat ons het gesê dat hoe goed hulle running subs gebruik het.
Dikkie hoog gegooid daar zo. Die bal kry. Maar die verdediging is rotsvast van Bergsig. Scheidsrechter houdt op zijn vlekje blaas. Praat daar met die lijn, de scheidsrechter. Lijkt dus een strafskop teen Bergsig. Ja, lijkt wat hooggevat is daar zo. Bartman wat zeker maak, hij skop die bal uit. En die bal wat die vlak uit geskop wordt, uitzorgen met die bal kan ingooi. En die nummer 4 wat afgehaal wordt. Barsou gespeeld op die verdediging. Nummer 18 op die veld van Bergsig. Baie goed gedoen, Nader Bergsig. Baie goed gedoen. Bal kom bij Jankies, gaan probeer die gaping haar klip. Bal wat achter toe spat. Nerwe wat mooi skoon maak. Reg gemaak daar. Bal wat nou op loskakel. Speel die bal naar die ander kant toe. Die wind wat werkelijk nog spoed optel. Bal is beskikbaar aan die Bergsig kant. Jankies. Fernando Mosera en haar klip bal kom nu uit. Jankies, Chris Chambu. Chambu wat ook lekker die bal dra. Pikkie recht op de bal afgevat. Scheidsrechter sê, nee, je mag nie. Manne wat hier aan elkaar ruk en plak. De bal waar die bal gaan tikkies op. En die tee wat opgedra word, want as hy oorskop is dit 2 keer wat jy met punte aanteken. Ja. Sal dit extra druk op jou sit. Baie moeilike skop hierson. Van die wat moeilike skop. Wat wag jy op, Jantjies? Ter kom voor en toe tref die bal. Ja, en is oor. Bal is oor. 10-0 voor Bergsig. Nou moet Oudtshoorn 2 keer punt aanteken. Acht minuten moet oorblij. En in die tweede helft. Bergsig voor 10-0. En is Oudtshoorn wil terugkom in die Westerwind nou punt aanteken. Ja, hulle sal moet volgende punt aanteken. Ek moet vir jou sê dat is baie, baie belangrijk dat hulle wel volgende punte aanteken. Ja, aanslaan nou deur Bergsig. Baie goeie duikslag hier wel goed uitgevoer. Bal is beskikbaar. Eleni Oudtshoorn aan kant. Jafta wat probeer hard. Sashen Wagner. Wat die manne direct, wat moet je herklop, wat moet je doen? Optellen en drive, dit lijkt het op die oomlik, soos die tactiek. Hulle maak so'n meter op die tijd. Weer een keer. Je hebt dan weer een keer met die bal. En die span vanuit zo'n beer voor en toe. Hulle wint zo'n halve meter op een slag. Tactiek wat willen werken op die oomblik, maar die verdediging van die Bergsig seuns is rotsvas. Moet sê. Session wat om uitspeel dan. Ja, twee mannen hebben raas. Jackson wat omgedop wordt. Ja, Bergs is verdediging rotsvas hier zo. Jackson, die ander ene wat dra. Bartman Jackson.
baie goeie hande deur Luiten Jantjies. Goeie verdediging daar aan die kant van Bergsig natuurlijk. Daar is die nummer 6 wat die bal lekker dra. Lewijn Wagner. Heel achter Ronaldo Prins wat ook nou daar nader aan die bal speel. Hartman wat nou nader daar klop om skramskap wil te speel. Voordeel die fout, Zorin. Strafskop voordeel. Uitstekende werk al die oud Zorin span. Hulle weet natuurlijk hulle te voordeel. Weer een keer door die middel. Bal is beskikbaar. Strafskop aan Uitsoren. Voor onkant spel. Wat gaan hulle, vannacht tik of gaan hulle die bal aan die hoekie weer uitjaag? Lijkt toch of hulle hoekie toe gaan. Hulle op een skram. Ja, hulle kies een skram, hulle doen baie goed in die skram, ja, volle tijd. Ja, is lekker solide basis voor vanmorgen of hulle kan aanval. En die tijd is best om af te lopen hier dan naar die hoeterse kant toe. En is Uitsoren met die bal kan gooi. Opgepikt al met de achtste man. Ja, Leighton Jantjies, Logan Jantjies, wat een prachtige hardloop met die bal. Die bal is teruggeneem door Bergsig. Prins, prachtig in positie. Begin met de aftrap. Krijg het amper niet recht nie. Geen aan die bal daar naar die ander vleel. Sidney Lawrence. Wat omgedop wordt. Maar wat terugval. Hartman het om. Baie goeie verdediging also. Keer. Baie balspat uit aan Bergse kant. Aanslaan. Alles aangeslaan. En is Bergse se skram. Drie minuten wat oorblij. Drie minuten. En niemand van die veld. Goeie kans voor die loskakel om hem in van die hoekjes uit te zet. Scheidsrechter niet tevreden, maar hij skram niet. Skeidsrechter is ook een fijn doop. Baie beter skram daar uit Zorin. Kom die bal naar Jantjies toe, sit hem oor. Prins is in positie en ongelukkig. En aangeslaan. Ongelukkig daarso. Ronaldo Prins wat ongelukkig die bal aanslaan. Maar ik moet zeggen, Edwin Jantjies heeft hierdie game gedicteerd als een goede generaal. Absoluut, ik moet samenstemmen. Ik heb een goede spel daarom. Steekskopje in en een gaatje ingegooid. Blij die voorspelers omdraai van Uitsoren. Maar die hebben die bal uitkrijgen. Man wat opgeteld wordt. Ja, oh, als een man wat om in de nek gedekt wordt. Ja, om in de nek geweest. Mannen wat een beetje schreeuw op elkaar. Session Wagner. Lewijn Wagner wat blij leveren de tweede keer. Staan toch op. Stap terug. Ballen toe weer een keer wat aangeleverd wordt. Die mannen taart elkaar is Alessandro Lau. Wat zonkies blaas voor de oppositie. Speel die game klaar, kerels. Voor een ander team laat denkies gedoen word. Los die theatrics. Kom eens kijk, hoe gaan hy hem tref? Kom voor en toe.
Ja, hij is rechts voorbij. Hij is helemaal rechts voorbij. En dan gaan we 22. Enskop. Enskop weer. Maar hij scoopt weer zo 30, 40 seconden opgeëtet. Ja, dat is een minder dan 2 minuten hoor. Jank is bijna begaafde speler. Prins met die bal in die hand. Ronaldo Prins, die is niemand in die kant. Die scoop die bal recht van Valtijn. Ja. Geef die bal uit, ga naar Laar Club. Uitstekend gedaan daar. Goeie verdediging ook. Marie wil die bal uitkrijgen. Maar dan wat nou hier in die middelveld proberen om daar te komen. Marie wil die bal uitkrijgen, Yankees. Low. Bal aangeslaan. Bal aangeslaan door die mannen van Bersig. En dat mag ook die laatste skram van die wedstrijd die is. Tijd is zo te zijn verstrekken. Gooi in de verkeerde kant van die skram en die skram skakel. Bal wordt er in de vastkopkant gehakt. En aangeslaan. Is hij einde van de wedstrijd? Einde van die toernooi. Bersig 10. Die stress is 0. 10. 10. Hierzo het ons die winnaars uiteindelijk. Bersig, baie goeie wedstrijd geweest, baie hard, baie ongenaakbaar, maar net mekaar lekker raak gedek. En ja, daar moet eindelijk een winnaar wees en die winnaar was die Bergse Hoërskool. Baie geluk aan die africhters, die spelers, die ondersteuners en die kapteins van al twee die spanne wat baie goed gedoen het. En dit is ook die einde van die Growth Week. Ja, die 115's begin donderdag denk ik. En ons sal weer meer gesels wanneer ons het weer doen. En voor ons kant af, één naam is die technische span, baie dankie vir julle ook, al julle hulp. Die cameraman, die foto's, die regisseur, die hoeveel tijd is daar oor, ja. Die gekweste olifante. Ons sê veel baie dankie vir ons kant af. Baie dankie dat julle gestream het saam met ons. Ons waardeer het op regisseur en link. Julle kan allemaal die wedstrijde weer oorkijk soveel keer as wat jy wil. Van ons kant af, tot ziens. Cheers.